Welkom terug bij The Walking Dead. We zijn er weer. Allemaal zombies op de straat. We zitten hier samen met Jacques. Doug bedoel ik natuurlijk. Dus met hem praten. Eens even zien. Waar zouden de sleutels kunnen zijn? Dus we zijn er weer. We hebben lekker zin om lekker door te gaan met zombies afslachten. Yes! En te overleven natuurlijk, dat is ook belangrijk. En kinderen door te laten gaan, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Jazeker, met mij gaat alles goed. Misschien. Kijk eens aan. Sleutels die weer opstaan en weglopen. Rare aap. Zullen we dat eens pakken? Zullen we dit eens... Combinatie. Zullen we hem openen? Zullen we het doen? We gaan het doen. Zullen we eens kijken dan? Het nieuws bekijken, daar heb je ook veel aan. Zou ik de liever programma's willen kijken zo? Oké, eens even kijken. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. Then a bunch of guys showed up and they tried. En toen gingen ze dood. Noobs. Hoe je nog opgegeten worden door zombies? Slechterd. Wat is dit? Wat is dat? That guy over. Dat het mijn vader is. Oh. Maar dat is toch zijn broer? Oh nee! Oké, kom, we gaan het doen. Zullen we deze pakken? Ik zou moeten pakken. Ja, het didn't work. Dat ziet inderdaad niet goed uit. Let's even zien. Is er nou ergens iets dat ik kan... Ik zou zeggen open doen en dat ding dan tegen een raam aangooien. En dan hops, oké. Zullen we dat eens proberen? We gaan het proberen. Doug, you wanna get this door open? About that. You've got the combo, right? No. Oh. Did anyone ever have it? Idioten. Oh my god. Oh, wat een idiote. We're also party to some egregious fire code violations. Dus even zien. Ik ga terug naar binnen. Okay. Dan moet ik even terug. Ik moet pillen zien te vinden, ik moet een sleutel zien te vinden. Jezus man. Nou, dat is minder. En dan moet ik die code zien te vinden, lijkt mij zo. Lijkt mij van wel. Zoals batterijen pakken. Die hadden we sowieso nodig. Hoppakee. En dan gaan we die batterijen aan iemand geven. Eens even kijken. Foto's? Oh, dat kan. Dat kan. Het kan zijn dat je ze niet meer zo goed kan herinneren, hè. Zo een tijdje geleden zo te zien. Eens even zien, Carly. Hey Carly. Lily. Zullen we dit ook even pakken natuurlijk, hè. Voor het geval dat we het nodig gaan hebben. Lekker eten. Zullen we die ook lekker van de grond afpakken? Tuurlijk. Waarom ook niet, hè. Lekker, lekker. ATM. Jij heet Clementine. Oké, daar kan ik dus niet mee doorlopen. Dan moeten we daarachter zijn natuurlijk. Zo, hey. Great, thanks. Geen probleem, joh. Zullen we met jou praten? Nou, zo goed is ze nou ook weer niet. Wow, ze zei fuck. Oké. Ik moet nog meer batterijen vinden. Laat maar dan. Yep. Bam, bedankt. Oh ja, je hebt me gered. Ik was het al helemaal vergeten. Dat is wel 2 dagen geleden. Of 3 dagen geleden. Dat langer zelfs. Zullen we deze ook eens even bekijken, die fotootjes? Hé, dat lijkt mij wel. Nee, dat lijkt mij helemaal niet. Oké, cool.
Even zien, wat zijn nog meer? Wat? Zullen ze tegen hen praten hier? Don't even come over here. Kenny? Waarom niet? This son of a bitch would have let that man feed our son to the wolves. Ja, die andere man, dankzij jou is die andere man dood. Maybe we were going to lose our boy. Ja, Kenny, flikker. What if... Het spijt me helemaal niet. It's okay, Kenny. I need to know that you're on my side. Nope. It's not that simple. Fine, forget it then. Kenny, Lee is a good man. Ik ben een goede man. Ik ben niet aan jouw kant. En dankzij jou is mijn beste vriend dood. Ik had hem nog nooit gezien. Pas één keer, maar goed. Lee, you got a second? Nope. Oh, oké. Okay. We hebben een seconde, toch? Blijkbaar wel. Herschel's farm. Yeah. Het is allemaal jouw schuld. You know, I'm not proud of it. Dankzij jou is die jonge man dood. I know. Dankzij jou is hij dood. You free duck, you clear your head and we get that tractor off his leg. That's what I keep thinking. I keep seeing his face. Het is allemaal jouw schuld. Good, you should. Het is allemaal jouw schuld. Je zou dood moeten gaan. Yup. Het is allemaal jouw schuld, Kenny. En wanneer jij doodgaat, ga ik niet zeggen, oh my god, they killed Kenny. Ga ik zeggen, yes, they killed Kenny. Weet je wel. Dus even kijken of ze hier batterijen hebben. Want ik ga batterijen nodig hebben, blijkbaar. Om een of andere rare reden. Dus even zien. Zullen we hier eens in kijken? Zullen we daar eens heen gaan lopen? Allee. Allee. Op de wc. Nee. Oh, nog steeds. Oké. Okay. Ik vind de controles wel, de camera wel irritant om mee te doen. Ik zou zeggen, eens even kijken. Better get this door clear, huh? Can I help? Oké dan. Nee. Sure. Oh, oké, dus ik kan helpen, tuurlijk. Waarom niet? Here we go. Watch your fingers in the drawers. Je hebt geen niks nodig, hè? Need anything, right? Wat een vraag. I get hungry a lot. Okay, good to know. And you don't have any allergies or anything I should know about, right? Don't kids have allergies or asthma or just... Kinderen hebben helemaal geen allergieën. Of wel? My friend Alfred has a peanut allergy. Dat is helemaal niet interessant, hoor. I think so. Nou, mooi om te horen. Lekker pindas. Pindas voeren. Do you have kids? Ik moet echt wennen aan om steeds andere te kunnen kiezen tussen kijken en dingen oppakken, weet je. Yeah, just moved it. Oh, je bike slaat. We gaan gewoon even de ding bewegen. I'm sorry. It's fine. Zal je beter spijten, slaat? Misschien moet ik toch eens een beetje meer... Weet je... Op andere mensen hun gevoelens letten, ook al is het een spel. Is misschien een goed idee. Why do you want to talk about your family? Do they like hate you? Like, you know, like, yeah. Omdat ze dood zijn. Because they're dead. Zoiets vraag je niet, jongen. Zoiets vraag je niet aan een oudere man. I'm sorry. Dat is niet doen. Dit is te ver. Dat doet echt. Het doet echt pijn. Dat. Just wish things would have been different. Yeah. Ik heb iemand doodgemaakt. I got into a fight once. Waarom vertel je het? Waarom zou ik het vertellen? Waarom ook niet, hoor. After that, I wasn't allowed to talk to my family. That's so sad. Dat is inderdaad jammer, hè. Let's move this thing. Is dat nog steeds niet gedaan? Ik bedoel, waarom doe je dat niet eerst even aan de kant leggen en dan gaan praten? Is dat niet een beter idee? Uh-oh, ze wordt een zombie. Ze wordt een zombie. Uh-oh. Clementine wordt een zombie. Uh-oh. En dan weet ik wel wat het is, toevallig. Daar is het. Ja, dat wist ik nog. Daar ben ik namelijk al twee keer heen gaan zoeken. En dan moet ik dat ding aan haar geven, natuurlijk.
op 3. Let's have a look at that finger. Ow. It hurt. Drink je bloed. Wat ben ik doen? Eens even zien. Hoppakee. Let's get this cut covered up. Yes, please. Wow, ze heeft 2 ogen. Ik ook. Dat was een toeval. What? What? Nou, dat is mooi. What? Yeah. What if my parents come home and I'm not there? Ze zijn vast al dood. Ik denk niet dat ze daar. They want you to be safe. Dat denk je niet. Ik denk niet dat ze. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me until then, okay? Nope. Okay. Ik doe vaak verkeerd zeggen. Zullen we dat openmaken? Aha. Wat heb ik daaraan? It's the remote to my dad's TV. Naar de tv kijken. Dat is wel leuk, toch? Hè? Nou, ik hoop in ieder geval dat jullie de video leuk hebben gevonden. We hebben niet erg veel gedaan. We hebben een beetje ontdekt en zo. Maar dat gaat het zo eigenlijk in het hele spel volgens mij zo. Die kat zit dus weer in die boom, hè. Die kat zit altijd in die boom daarachter. Ik vraag me af waarom dat zo is. Maar goed.